ben door vakantiebaantjes eigenlijk heb ik de Chinese kunstwereld leren kennen. Wat altijd erg leuk was, dat tijdens de koffiepauze in de ochtend nam mijn oom een object uit de zaak en die vertelde daarover tijdens de koffie. En dat waren altijd zulke leuke verhalen dat ik daar erg door gegrepen ben. Bijvoorbeeld een klok, wat eigenlijk een Europese klok, en vertelde over het materiaal, over hoe het uurwerk in elkaar zat, maar ook met Chinees porselein. Dus fase, waar moet je op letten als je ernaar kijkt? De periode, wat doet dat object dan in Nederland? Ieder object heeft zijn verhaal. En dat maakt het beroep ook zo bijzonder, dat er is geen algemene standaard. En het contact met de mensen vind ik heel erg leuk en belangrijk. En we ontmoeten hele bijzondere mensen die allemaal een levensverhaal hebben. En vaak vertellen ze het levensverhaal. En dat maakt het werken erg plezierig.